Vorig jaar hadden we al volgens mij een mooie podcast die ook heel veel aandacht trok. Alleen het was nog niet een complete case. En nu zat er een selectief element in en er zaten vacatures omheen. Waardoor de case veel completer was. Ik denk dat dat, ik verwacht dat dat de doorslag heeft gegeven. Wij zijn gelukkig een populaire werkgever, dus wij kunnen inderdaad ook nog wel wat post and pray doen. Maar net als iedereen, vooral in de technische hoek, is het heel ingewikkeld en moeten we heel veel moeite doen om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Wij doen heel veel offline, omdat het voor mijn collega's, het is voor mij heel ongewoon zeg maar, voor mijn collega's heel ingewikkeld is om online voor camera's te verschijnen. Dus wij staan heel veel in zaaltjes en geven zoveel mogelijk een hand aan mensen. Dat was in corona dus echt heel ingewikkeld, maar daar gaan we wel gewoon mee door, omdat persoonlijk contact is voor ons belangrijk. En dan kunnen we ook meteen een match maken en we komen eigenlijk altijd thuis met een stapeltje cv's van mensen die we dan weer persoonlijk gaan benaderen.